طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، دسخايفر الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى نضت هاي إن لايدين هيفت خيفة إن الأسماء والصفات إن لايدين أنستير ريخوس إن أنت أستير ريخوس دي تماكها بمت het onderwerp al-asma wa sifat, de namen en de eigenschappen van Allah subhanahu wa ta'ala. En ook nadat hij een onderwerp, nadat hij een aantal zaken heeft opgenoemd die te maken hebben met het volgen van de weg van de vrome voorgangers en de verplichting daartoe, is hij overgegaan om een aantal namen of een aantal eigenschappen van Allah subhanahu wa ta'ala op te noemen, een aantal verzen op te noemen waarin eigenschappen van Allah subhanahu wa ta'ala worden vermeld. En hij heeft deze eigenschappen vermeld met bewijsvoering. En meestal haalt hij één bewijs aan voor één eigenschap. Het is beknopt, opgenoemd. Waar het om gaat, zoals we vaker hebben gezegd en eerder hebben gezegd, waar het om gaat, is dat wij Ahlus Sunnah de regel kennen. Als wij de regel kennen, dan kun je deze regel toepassen op al datgene wat je tegenkomt in de Koran of in de Sunna. En de regel is, zoals Ibn Taymiyyah rahimahullah heeft gezegd in de Wasitiyya, en zoals andere geleerden ook hebben gezegd, Imam Ahmed rahimahullah, en Imam Malik, en Shafi'i, en Imam Abu Hanifa, allemaal hebben ze hetzelfde hierover gezegd. En dat is dat Ahl Sunna wal Jama'a, de mensen die het boek van Allah volgen en de Sunna van de profeet volgen met het begrip van de vrome voorgangers, als het gaat om de namen en de eigenschappen, dan bevestigen zij datgene wat Allah heeft bevestigd in de Koran, of wat de profeet heeft bevestigd in de Sunna. Zij bevestigen precies hetzelfde. Ze volgen zonder deze betekenis te verdraaien. Zonder dat te verdraaien. En zonder dat te ontkennen ook, of te verwerpen. En ook zonder dat te vergelijken. Zonder deze eigenschappen te vergelijken met die van de schepselen. En zonder daar een bepaalde hoedanigheid aan toe te kennen. Dat zijn de algemene regels. En dit is ook wat we eerder hebben opgenoemd. De sheikh hafidahullah rahimahullahu ta'ala Ibn Qudama noemt een aantal eigenschappen op van Allah subhanahu wa ta'ala uit de Koran. Hij zegt, فَمِمَّا جَاءَ مِنْ آيَاتِ السِّفَاتِ قول الله عز وجل ويبقى وجه ربك ويبقى وجه ربك. Hij zegt wat er is overgeleverd in de verse of wat er is geopenbaard aan verse met betrekking tot de eigenschap van Allah subhanahu wa ta'ala is de vers ويبقى وجه ربك. Als we willen afmaken ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. Dat betekent en er blijft slechts het gezicht van jouw Heer, die blijft. Kullu man alayha fan, wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Alles zal vergaan, alles zal vergaan, wat op aarde zit, alles zal vergaan. Kullu man alayha fan. Wat blijft er over als iedereen doodgaat en alles vergaat? Blijft Allah subhanahu wa ta'ala alleen over. Wa yabqa wajhu rabbik. Wat blijft er over? Het gezicht van jouw Heer. En als het gezicht van Allah overblijft, dan betekent dat ook dat Allah subhanahu wa ta'ala overblijft. En hij is de eerste en de laatste. Huwa al-awwalu laysa qablahu shay. Wa huwa al-akhir, hij is de laatste. Na hem is er niemand. Na hem is er niemand. En hij is de al levende. Huwa al-hayy alladhi la yamut. Allah subhanahu wa ta'ala sterft niet. En de rest sterft iedereen. Kullu shay'in halikun illa wajhah. Alles zal vergaan. Behalve het gezicht van Allah subhanahu wa ta'ala. Dat betekent dat Allah subhanahu wa ta'ala ook blijft. Tayyib, in dit vers bevestigt Allah subhanahu wa ta'ala zijn gezicht. Dat hij een gezicht heeft. En dat bevestigen wij ook. Deze gezicht bevestigen wij ook. Hoe is die gezicht? Allahu a'lam. Wij vergelijken deze gezicht niet met de gezichten van zijn schepselen. En wij verwerpen het ook niet. Wij zeggen Allah subhanahu wa ta'ala heeft dit bevestigd in de Koran.
En Allah spreekt ons aan met duidelijke taal in het Arabisch. Zo bevestigen wij dat ook. Zonder dat te vergelijken. En zonder dat te verdraaien. En zonder daar een hoedanigheid aan toe te kennen. En bewijzen. Bewijzen waarin Allah subhanahu wa ta'ala zijn gezicht yani, opnoemt. Zijn veel in de Koran. Er zijn vele ayat. En ook vele ahadith. Waarin deze eigenschap wordt bevestigd. إنما نطعمكم لوجه الله إلا ابتغاء وجه ربك إلا ابتغاء وجه ربك أنوك أندر يعني فرزة أنوك ذات الله سبحانه وتعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة دخينة ديت خودها بخدان زولة إن تيرناماس الحسنى كريخة الجنة دو بروفيت هيف ديزة فرز هيفت هاي أوتخلقت هذا دخينة المحسنين دخينة دي خودها بخدان zullen al husna krijgen. Wat is al husna? Hij zegt het paradijs. En al ziyada, hij zegt het kijken naar het gezicht van Allah subhanahu wa ta'ala. Dus ook de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft hier bevestigd dat Allah subhanahu wa ta'ala een gezicht heeft. En ook deed de profeet sallallahu alayhi wa sallam het dua. En tot de dua die hij deed, is dat hij zei, Allahumma inni as'aluka ladhatan nadhara ila wajhika al-karim. Hij vroeg Allah subhanahu wa ta'ala om te genieten. Hij vraagt hem om te mogen genieten van het kijken naar zijn gezicht. En yawm al-qiyama. Yawm al-qiyama. Ala kulli hal, vele verzen yani, duiden erop. En ook vele overleveringen duiden ook daarop. Ook als wij de dua die wij zeggen als wij de moskee binnengaan. A'udhu billahi al-azim wa bi wajhihi al-karim. وبوجهه الكريم أزوك توفلغ بأ الله سبحانه وتعالى ده المختخة أن بأي زين زين أيدل خزيخت بوجهه الكريم بس أوك هير بفستق ده بروفيت صلى الله عليه وسلم ده الله سبحانه وتعالى يعني الخزيخت هيفت الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هاي نومت نا ديت زين أيتلخ هاخيب زين أيتلخ هاي زيخت الوجه ثابت لله تعالى بدلالة الكتاب والسنة وإجماع السلف. Dus het gezicht van Allah, dat staat vast in het boek van Allah en in de sunnah van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. En daar is ook ijma over. Ijma السلف, daar is consensus over. En hij noemt daarna يعني, het vers op, de vers op. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. En ook de uitspraak van de profeet sallallahu alayhi wa sallam tegen Sa'd ibn Abi Waqqas. Hij zei tegen hem, إِنَّكَ لَنْ تُنْفِقْ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. Rasul sallallahu alayhi wa sallam zei tegen Sa'd ibn Abi Waqqas, إِنَّكَ لَنْ تُنْفِقْ نَفَقَةً. Waarlijk, je zult geen uitgaven doen, nafaqa, uitgaven doen, waarbij je het gezicht van Allah zoekt. In deze hadith vermeldt de profeet sallallahu alayhi wa sallam het gezicht van Allah. Je zult geen uitgaven doen waarbij je het gezicht van Allah zoekt. Of je zal hiervoor beloond worden door Allah subhanahu wa ta'ala. Deze hadith staat in Bukhari en Muslim. En wat ik net zei, hier is ijma' over. Ijma' al-salaf. Hij zei daarna, Sheikh, hafidahullah, rahimahullah. Hij zei, وَقَدْ فَسَّرَ أَهْلُ التَّعْطِيلِ قَدْ فَسَّرَهُ أَهْلُ التَّعْطِيلِ بِالثَّوَابِ وَنَرُدُّ عَلَيْهِمْ بِمَا سَبَقَ مِنَ الْقَاعِدَةِ الرَّابِعَةِ. Hij zegt, Sheikh ibn Uthaymeen, rahimahullah. Hij zegt, ahlu ta'atil, dat zijn de mensen die de eigenschappen ontkennen of verdraaien. Hij zegt, ze hebben het gezicht van Allah, hebben zij ontkend. Wat hebben ze daarna gedaan? Ze hebben het verdraaid. Ze zeggen van het gezicht van Allah, is niet letterlijk, maar daar wordt mee bedoeld, de beloning van Allah subhanahu wa ta'ala. Thawab, of al jaza. Sommigen van hun zeggen van, gezicht van Allah, daar wordt Allah mee bedoeld, zelf. طيب, hij zegt, dit is zeg maar, de tafsir van Ahlul Ta'atil, hun zijn Ahlul Bid'a. Hij zei, en wij weerleggen hun met de stelregel, de vierde stelregel. En deze vierde stelregel heeft hij genoemd. Die hebben wij ook genoemd in een van de eerste lessen, waarin wij toen een aantal stelregels hebben opgenoemd, die de sheikh, rahimahullah, had opgenoemd. En hij zei, bij de vierde stelregel
had hij ons verteld hoe wij Ahlul Bid'ah kunnen weerleggen, die de eigenschap van Allah subhanahu wa ta'ala verdraaien. Hij zei, wij zeggen tegen hun, deze uitspraak of deze interpretatie die jullie hebben gegeven aan dit woord, is khilaf zahir nusus. Spreekt yani dit, de directe betekenis tegen. De directe betekenis van een gezicht is het gezicht. Als iemand zegt van gezicht betekent beloning, dan zeggen wij van beloning is iets anders dan een gezicht. En die beloning spreekt de directe betekenis van het gezicht tegen. Want een gezicht is geen beloning. Beloning is iets en een gezicht is iets anders. En we zeggen ook dat het interpreteren van een gezicht met beloning, dat indruist tegen de ijma' van de salaf. Tegen ijma' van de salaf. Want de salaf hebben dit niet zo geïnterpreteerd, zoals jullie dat doen. En ten derde zeggen wij, jullie hebben geen bewijs voor deze interpretatie. Jullie hebben geen bewijs voor deze interpretatie. Yani er is geen bewijs dat het gezicht beloning is. Daar is geen bewijs voor. Dus laten wij dat zo, zoals die is. De directe betekenis die daaruit leidt. Dit is voldoende om eigenlijk hun te weerleggen. En ook als we verder gaan, als je nog verder wil gaan met weerleggen of met debatteren, dan kun je nog meer zaken opnoemen. Je kan nog meer zaken opnoemen. Want wij gaan ook zeggen van, je kan niet het gezicht interpreteren met beloning. Waarom niet? Omdat het gezicht in deze verse ook wordt omschreven. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. Het gezicht heeft ook eigenschappen gekregen. Allah geeft eigenschappen aan het gezicht. ذُو الْجَلَالِ يعني وَالْإِكْرَامِ. Edele gezicht. En edele beloning, dat bestaat niet. En ook de profeet sallallahu alayhi wa sallam, yani in de hadith, zoekt hij toevlucht bij het gezicht van Allah subhanahu wa ta'ala. En als het gezicht hier wordt geïnterpreteerd met beloning, dan zoekt hij toevlucht bij de beloning van Allah. Dat kan niet. En ten derde, beloning van Allah, dat is iets wat geschapen is. Als hij iemand beloont, de beloning zelf is iets wat geschapen is. En Allah azza wa jalla gezicht is iets geschapen. En je mag niet toevlucht zoeken bij iets wat geschapen is. Ja, yani heel veel zaken waar je nog hun mee kunt weerleggen. En ook in de hadith heeft de profeet sallallahu alayhi wa sallam verteld dat Allah zijn gezicht straalt. En dat als Allah de hijab zou verwijderen, yani van zijn gezicht, de bedekking, dan zou dat alles verbranden. Tayyib, dus hij straalt. En een beloning, yani straalt niet, verbrandt ook niet. Tayyib. Dus dit zijn allemaal eigenlijk weerleggingen die duidelijk laten zien dat deze interpretatie niet klopt. En ook de hadith van de profeet sallallahu alayhi wa sallam, waarin hij zegt, Allahumma inni as'aluka ladhata nadhar ila wajhika al-kareem. De profeet vraagt, hij doet dua en hij smeekt, hij zegt, O Allah, ik vraag u om te genieten van het kijken naar uw gezicht. Als we zeggen dat gezicht hiermee beloning wordt bedoeld, dan zou hij vragen om te genieten naar het kijken van beloning. Dat klopt niet. Hoe kun je? Dat is iets wat taalkundig gewoon niet klopt. Kijken en genieten naar beloning. Tayyib. Dus al deze zaken laten ons zien dat het gewoon dwaling is om af te wijken van het boek van Allah subhanahu wa ta'ala. En de sunnah van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Dit is waar het ta'wil, verdraaien van bewijzen, verdraaien van teksten, waar het eigenlijk strandt. Hij zei daarna, wa qawluhu subhanahu wa ta'ala, bel yadahu mabsutatan. Een andere vers die de imam opnoemt, met een andere, waarin hij een andere eigenschap bevestigt, die Allah subhanahu wa ta'ala heeft bevestigd voor zichzelf. Bel yadahu mabsutatan. Tayyib. Bel yadahu mabsutatan betekent, yani bel, wel nee, zijn beide handen zijn uitgestrekt. Zijn beide handen zijn uitgestrekt. In dit vers bevestigt Allah subhanahu wa ta'ala dat hij twee handen heeft. Bel yadahu. Yadahu in het Arabisch. Yad is hand. Yadahu
is twee fout. Twee handen, yani beide handen, zijn wijd uitgestrekt. En dit is een antwoord op de Joden. Want de Joden, die zeiden, zoals Allah zegt in de Koran over hun, وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ. De Joden, de vervloekte Joden, die zeiden over Allah subhanahu wa ta'ala, zeiden over Allah subhanahu wa ta'ala, dat zijn handen gebonden zijn. Ze zeiden, de hand van Allah is gebonden. Yani ze willen daarmee zeggen dat Allah gierig is. Qatalahumullah. De Joden, die laten niemand met rust. Zelfs de schepper beledigen ze. Laat staan de schepselen. Ze zeggen over Allah, dat zijn hand gebonden is. Yani gierig is. En Allah subhanahu wa ta'ala heeft hun geantwoord. En hij zei, غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ. Hij bestrafte hun met datgene waarmee zij Allah subhanahu wa ta'ala hebben beschuldigd. Hij zei, غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ. Hij bestrafte ze met dezelfde uitspraak die ze hebben gedaan. Yani, غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ betekent, mogen hun handen gebonden zijn. Mogen hun handen gebonden zijn. وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا. En daarnaast heeft Allah azza wa jal hun vervloekt vanwege datgene wat ze zeiden. بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ. Wel nee, zijn handen zijn wijd uitgestrekt. Of zijn beide handen zijn uitgestrekt. طيب, en we zien ook dat deze dua van Allah azza wa jal is ook van toepassing op hun. Als we kijken naar hun situatie van de Joden, als zij, voordat zij een dubbeltje uitgeven, draaien ze die drie keer om. Zijn gierig. De gierigste mensen op aarde hier nu zijn de Joden. De gierigste mensen die er zijn, zijn Joden. Ze geven niets uit. Behalve als ze het dubbele van terug moeten krijgen. Minimaal. Anders geven ze niks uit. En dit is onder andere door deze yani, uitspraak die ze hebben gedaan. Waar het om gaat, is dat Allah azza wa jal beide twee handen heeft. Bel yadahu mabsootatan. Ibn al-Qayyim rahimahullah, hij zegt, Allah azza wa jal heeft hier de Joden vervloekt, niet omdat hun handen hebben bevestigd voor Allah, maar hij heeft ze vervloekt omdat zij hebben gezegd dat Allah azza wa jal de handen gebonden zijn. Daarom heeft hij ze vervloekt. En al-Mu'attila, degene die de handen ontkennen, deze mensen, als Allah azza wa jal de Joden vervloekt, doordat zij zaken hebben toegeschreven aan Allah die niet bij hem behoren, als hij ze heeft vervloekt, hoe zal het dan zijn met degene die deze eigenschap helemaal ontkennen? Dat is nog erger. Yani, het bevestigen van deze eigenschap, zoals de Joden hebben gedaan, maar op een verkeerde manier, ze hebben hem zaken toegeschreven die niet tot hem behoren, is minder erg dan deze eigenschap ontkennen, zoals de Mu'attila dat hebben gedaan. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, hij zegt ook in een hadith, Yaminullahi mal'a, la yaghiduha nafaqah, sahha'u al-layli wal-nahar. Totdat hij zei, biyadihi al-ukhra, al-qabd yarfa'u wa yaghfidh, rawahu Muslim al-Bukhari, ma'na. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, die zegt, Yaminullahi mal'a, de rechterhand van Allah azza wa jal, yamin is rechterhand. Rechterhand van Allah azza wa jal, mal'a, yani is vol. Is vol. La yaghiduha nafaqa, sahha'u al-layli wal-nahar. Het oneindig uitgeven, Allah azza wa jal geeft dag en nacht uit. Sinds hij de wereld heeft geschapen en daarvoor geeft hij uit. En geeft hij en voorziet hij. Ondanks dat hij dag en nacht schenkt en oneindig schenkt, ondanks dat, vermindert datgene niet wat in zijn hand zit. Yani zijn gunsten verminderen daarmee niet. Als Allah azza wa jal iedereen zou geven wat hij wou, iedereen geeft wat hij wou, vanaf de eerste tot aan de laatste mens, zou dat niets verminderen van zijn yani rijkdommen. Dat vermindert niets van zijn rijkdommen. Allah azza wa jal is de alrijke. In deze hadith bevestigt de profeet sallallahu alayhi wa sallam dat Allah azza wa jal
يعني een rechterhand heeft, yaminullah, en Ahlus Sunnah bevestigen eigenschappen zoals Allah ze heeft bevestigd en zoals de profeet dat doet, heeft bevestigd, zonder deze te vergelijken. Sommigen zeggen, bevestigen jullie dat Allah een hand heeft? Wij zeggen dan, Allah heeft het bevestigd. Allah is degene die dat heeft bevestigd. Maar hoe is deze hand? Allahu a'lam. Allahu a'lam. Wij vergelijken dat niet. Wij vragen ook niet naar hoe. Waarom vraag je naar hoe? Wij praten niet over hoe. Wij bevestigen alleen, wij geloven in datgene wat Allah subhanahu wa ta'ala heeft gezegd. Dus Allah is degene die dat heeft bevestigd. En wij ook bevestigen dat. En de profeet heeft bevestigd. En wij ook bevestigen wat de profeet heeft bevestigd. Zonder te verdraaien, zonder te vergelijken, zonder daar een hoedanigheid aan toe te kennen. وَأَجْمَعَ السَّلَفْ عَلَىٰ إِفْبَاتِ الْيَدَيْنِ En de salaf al-salih, de vrome voorgangers, hebben daar consensus over. Hebben daar, consensus over. Hij zei, وَقَدْ فَسَّرَهَا أَهْلُ التَّعْتِيلِ بِالنِّعْمَةِ أَوْ الْقُدْرَ وَنَحْوِهَا وَنَرُدُّ عَلَيْهِ بِمَا سَبَقَ فِي الْقَاعِدَ الرَّابِعَةِ بِوَجْهِ الرَّابِعِ أَهْلُ التَّعْتِيلِ Degene die de eigenschappen verdraaien of ontkennen, die hebben deze eigenschap verdraaid. Ze hebben gezegd, de hand van Allah betekent zijn gunst of zijn kracht. Zijn gunst of zijn kracht. En hij zegt, wij weerleggen dit door de vierde sterregel toe te passen. Die hebben we net opgenoemd. De vierde sterregel toe te passen. Wie kent die nog? Wie kent de vierde sterregel? Hoe weerleggen wij? Wij zeggen, Allah subhanahu wa ta'ala heeft een hand. En het bewijs daarvoor is, bel yadahu mabsutatan. Twee handen. Als iemand zegt, nee, dit betekent de gunst van Allah of de kracht van Allah. Dan kunnen wij een sterregel toepassen. Die Sheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah, heeft opgenoemd. Zij hebben de betekenis verdraaid. Nou, maar hoe weerleggen wij dat? Wij zeggen, deze betekenis die jullie hebben gegeven, is tegenstrijdig. Tegenstrijdig aan de betekenis van dit woord. De letterlijke betekenis. Dat is één. Twee, is in strijd met de consensus van onze vrome voorgangers. Dat is twee. Drie, ze hebben geen duidelijk bewijs hiervoor. Er is geen bewijs voor dat een hand, dat daar kracht mee wordt bedoeld. Dat een hand, dat daar een gunst mee wordt bedoeld. Daar is geen bewijs voor. Daarnaast, naast deze weerlegging, kun je ze ook op andere manieren weerleggen. Allah subhanahu wa ta'ala, in dezelfde vers, zegt hij, bel yadahu mabsutatan. Wel nee, zijn beide handen zijn wijd uitgestrekt. Tayyib, hij noemt hier beide handen op, twee handen. Als hun zeggen van, hand, daar wordt mee bedoeld, kracht, dan zou hiermee bedoeld worden zijn beide krachten. Wat voor beide krachten? En heeft Allah twee krachten? Allah azza wa jal heeft kracht. Maar zijn beide krachten of zijn beide gunsten zijn wijd gestrekt? Dat kan niet. Dat is taalkundig, klopt dat niet. En ook Allah azza wa jal zegt in de Koran, toen hij Adam heeft geschapen. Hij heeft Adam geschapen met zijn hand. Hij zei tegen Iblis, toen hij Iblis opdracht gaf om te knielen voor Adam, alayhi salam, weigerde Iblis. De duivel, die weigerde om te knielen voor Adam, alayhi salam. Wat zei Allah subhanahu wa ta'ala tegen hem? Hij zei tegen hem, Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai. Hij zei, wat heeft jou weerhouden om te knielen, om sujud te verrichten voor degene die ik heb geschapen met mijn beide handen. Met mijn beide handen. Yani Adam alayhi salam, Allah heeft hem geschapen met zijn handen. Als we gaan zeggen van, zoals hun zeggen, handen, daar wordt mee bedoeld kracht. Dan zou dit betekenen, dan zou je dat moeten interpreteren als, waarom heb je niet geknield voor degene die ik heb geschapen met mijn beide krachten? Taalkundig klopt dat niet, beide krachten. Maar ook in werkelijkheid kan dat ook niet zo zijn. Want als
dat zou zijn, als dat zo zou zijn, dan zou Iblis ook zeggen tegen Allah, mij heb je ook geschapen met jouw kracht. Wat is dan het verschil tussen Iblis en Adam? En die Adam is bijzonder, omdat Allah azza wa jalla heeft geschapen met zijn handen. Maar Iblis is niet geschapen met zijn handen door Allah. Hij is geschapen zoals de rest is geschapen. Kun fe yakun. Dus het feit dat Allah azza wa jalla hier zegt dat hij hem heeft geschapen, dat hij Adam heeft geschapen met zijn handen, dat duidt erop dat dat werkelijk is. Dat dat, yani, werkelijk is. En ook rechterhand is overgeleverd. Rechterhand. Was samawatu matwiyatun bi yamineh. Allah azza wa jal zal de hemelen oprollen met zijn rechterhand. Als hand, als het kracht mee wordt bedoeld, dan zou je zeggen met zijn rechterkracht. Rechterkracht bestaat niet. Er bestaat geen rechterkracht en linkerkracht. Er bestaat wel rechterhand. Bestaat. Maar rechterkracht of rechtergunst kan niet. En ook matwiyatun, hij rolt ze op. Tayyip. En oprollen, iets oprollen of opvouwen, dat doe je met je hand. Tayyip. Je gaat niet iets oprollen met je gunst. Of iets oprollen met je kracht. Dat doe je met je hand. En ook, yani, wat in de ayah staat, dat hij zijn hand uitstrekt. Je kan niet een kracht uitstrekken. Of een gunst uitstrekken. Dat is een eigenschap van, van iets, van een hand. En ook is yani, de hand opgenoemd in overleveringen. Van, of in, ook in overleveringen. Dat Allah azawajal daarmee grijpt. Dat is ook een eigenschap van een hand. Met een hand grijp je. Je grijpt niet met een gunst. Of met een kracht. Grijpen is een eigenschap van een hand. En er is zelfs overgeleverd dat deze hand vingers heeft. En dat is ook een eigenschap van een hand. En niet van een kracht of van een gunst. Al deze zaken duiden erop dat de hand werkelijk is. Maar hoe is deze hand? Allahu a'lam. Wij praten daar niet over. Wij praten niet over hoedanigheden. Maar wij bevestigen datgene wat Allah heeft bevestigd. En wat de profeet sallallahu alayhi wasallam heeft bevestigd. En daarmee volgen wij in het boek van Allah en de sunnah van de profeet. En wij ontkennen niets daarvan. Wij ontkennen niets daarvan. Hij noemt daarna nog een aantal andere yani, eigenschappen. Zoals een nefs. Ta'lamu ma fi nefsi wa la a'lamu ma fi nefsik. Dit is Isa alayhi salatu wa salam. Jezus. Die zei tegen Allah subhanahu wa ta'ala. Ta'lamu ma fi nefsik. Ta'lamu ma fi nefsi. Hij zei tegen Allah. U weet wat in mijn nefs is. En ik weet niet wat in uw nefs is. Yani hier bevestigt Isa alayhi salam. Een nefs. Voor Allah azza wa jal. Ta'lamu ma fi nefsi. Wa la a'lamu ma fi nefsik. U weet wat in mijn nefs is. En een nefs. Yani is. Is eigenlijk hetzelfde als dat. De wezen. De nefs ben jij zelf. Is jouw eigen. Jouw zelf. Daarom zei Ibn Taymiyyah rahimahullah. Hij zei een nefs. Yuradu bin nefs as shay. Dhatuhu wa aynuh. Een nefs is iets zelf. Dus mijn nefs ben ik zelf. Ala kulli hal. Dit is ook een. Sommigen hebben dit als eigenschap. Yani, vermeld. Kataba rabbukum ala nafsihi rahmah. Jullie Heer heeft voor zichzelf de barmhartigheid voorgeschreven. Een nefs. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Zoals we hebben opgenoemd. En ook in een andere vers zegt Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yuhadhirukumullahu nafsah. En Allah waarschuwt jullie tegen zichzelf. Een nefs. Sommige leerden zeggen van nefs is geen eigenschap. Een nefs is dat. Het is hetzelfde als dat. Zijn eigen wezen. En in de hadith, subhanaka, in de hadith dat de profeet sallallahu alaihi wasallam in dua, subhanallahi wa bihamdih, adada khalqih, warida nafsih. Warida nafsih, wazinata arshih, wa midada kalimatih. Deze dua kan je doen bij adhkar al-sabah en adhkar al-masa. Het is een hele belangrijke, yani dua, waarin ook deze nefs wordt bevestigd. Subhanallahi wa bihamdih, adada khalqih,
ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. أوف خليفة دور إمام مسلم ديز حديث الرسول صلى الله عليه وسلم دي خين الفجر بدا دي خين الفجر بدا زين فراو جويرية رضي الله عنها مستيس ان زات زواسي خبات اذا اخت خبات عند البروفيت صلى الله عليه وسلم ليت هاردار انا هاخين خبات فريخته بعد الجماعه ده البروفيت صلى الله عليه وسلم انا هاكوام هاكوام تروح تو ذا زون واس اوبخكومه نادا زون واس اوبخكومه خين هاي تروح نهايس انا هاي فوند زين فراو جويريا نوخ ستيتس اوب ديزيلفد بلاتس Hij vond haar nog steeds op dezelfde plaats waar hij haar had gelaten. Uren later was ze nog steeds op dezelfde plaats. Toen zei de profeet sallallahu alayhi wa sallam tegen haar. Yani, zij was daar natuurlijk Allah aan het gedenken. Na het gebed bleef ze zitten. Allah azza wa jal gedenken. En de rasool sallallahu alayhi wa sallam zei toen tegen haar. Zit je nog steeds hier? Ze zei naam. Toen zei hij tegen haar. Laqad qultu ba'daki arba'u kalimaat. Hij zei ik heb. Vier woorden gezegd. Hij zegt, ik heb vier woorden gezegd. Drie keer. Ik heb ze drie keer gezegd. Hij zegt, deze woorden, als je ze zou wegen, zouden ze datgene wegen wat jij heel de tijd hebt lopen zeggen. Jij niet heel die tijd aan afkaar hebt lopen zeggen. Toen zei de profeet sallallahu alayhi wa sallam, Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, wa rida nafsih, wa zinata arshih, wa midada kalimatih. Dit zijn woorden... En het dua, afkaar, die zwaar wegen op de weegschaal bij Allah Azza wa Jal. Hij zei tegen haar, als je deze zou wegen, zouden ze meer wegen dan datgene wat jij hebt gezegd. Vanaf het moment dat ik jou heb gelaten, tot het moment dat ik ben teruggekomen. Deze hadith staat in Sahih Muslim. En een andere eigenschap die hij noemde. وَجَاءَ رَبُّكَ وَهَلْ يَنْضُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهِ جَاءَ رَبُّكَ, dat betekent, en jouw Heer komt. Het komen is een eigenschap van Allah Azza wa Jal. En ook een itiaan is ook komen. Is ook een eigenschap van Allah Azza wa Jal. هَلْ يَنْضُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهِ. Wachten zij op iets anders dan dat Allah tot hen komt. Allah Azza wa Jal tot zijn eigenschappen die hij verricht wanneer hij dat wil. Is al itiaan en al maji. Het komen. En dit zal gebeuren. Yawm al qiyama. Yawm al qiyama zal Allah Azza wa Jal komen. Om te oordelen over de mensen. Hij zal komen om te oordelen over de mensen op een manier die bij hem past. En hij komt wanneer hij wil. En ook de eigenschap. Ar-rida radiyallahu anhum wa radu anh. Allah is tevreden met hun. En hun zijn tevreden met hem. Deze eigenschap ar-rida is ook een eigenschap die Allah azza wa jalla heeft toegeschreven. Aan zichzelf, waar hij zichzelf mee heeft beschreven. Wij bevestigen al deze eigenschappen, zoals ik eerder zei, zonder deze te verdraaien, zonder deze te ontkennen. En de rida is tevredenheid. En tevredenheid van Allah Azza wa Jal kan te maken hebben met personen en kan te maken hebben met daden. Yani Allah is tevreden met bepaalde personen en hij is tevreden met bepaalde daden. Bepaalde personen, zoals gelovigen, Allah Azza wa Jal. Is tevreden met gelovigen en met geduldigen en met oprechten. Sabirin en sadiqin en mu'minin. En Allah Azza wa Jal is ook tevreden met bepaalde daden. Bepaalde daden. Zoals de profeet sallallahu alayhi wa sallam zei. Inna Allah la yarda anil abdi an ya'kul al aklata fayahmaduhu alayha. Aw yashrabu sharbah fayahmaduhu alayha. Deze hadith, Sahih Muslim, waarin de profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt, Allah is tevreden over de dienaar die iets eet, die voedsel eet, en hem daarvoor prijst. Hij eet voedsel en hij prijst Allah azza wa jal, en waardoor Allah azza wa jal tevreden is over hem. En hij drinkt en hij prijst Allah, en Allah azza wa jal wordt tevreden yani, over hem. En in de hadith zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam, إن الله يرضى لكم ثلاثة الله عز وجل استفريد فويلي مدري دينا أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا دات يولي هم أنبدا أن دات يولي ألك فورم فان أفخودراي فرفرب
وأن تعتصموا بحبل الله جميعا. Hij ook tevreden met jullie als jullie vasthouden yani aan de touw met z'n allen, yani aan de Koran, vasthouden aan de Koran en de Sunna. ولا تتفرقوا وأن تناصحوا من والله من والله الله أمركم. En hij is ook tevreden voor jullie als jullie degene adviseren die het gezag over jullie heeft. En ook zegt Allah subhanahu wa ta'ala in de Koran: ورضيت لكم الإسلام دينا. Hij is tevreden voor ons met de islam die hij voor ons heeft gekozen als zijn godsdienst. Dus tevredenheid is een eigenschap van Allah azza wa jal. En deze eigenschap bevestigen wij ook letterlijk, zonder deze te vergelijken met die van de schepselen. En al deze eigenschappen die wij hebben opgenoemd, die worden allemaal verdraaid door ahlul ta'til en ahlul ta'wil. We stoppen inshallah ta'ala. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.